Daar sta je dan als held van de middag. Ja, dat is mooi. Ik bedoel, soms dan, ja, is het wat minder als keeper zijn, dat weet je. Soms ben je de held en soms gaat het iets minder. Al moet ik zeggen, dat seizoen gaat wel redelijk wat mij betreft. Maar ja, wel mooi dat je kan onderscheiden met de pingels. De eerste helft dacht ik, jullie gaan die wedstrijd over de streep trekken. In de tweede helft dacht ik, dat gaat lastig worden. Ja. Hoe sta je er als keeper in? Als keeper staat het heel simpel. Je moet gewoon die ballen tegenhouden. Nee, ja, ik vond het opvallend, want ik vond over de twee wedstrijden vond ik dat zij misschien wat betere veldspel hadden. Weet je, wat verzorgender. Maar wij hadden de kansen, weet je, over twee wedstrijden. Dus dat is eigenlijk heel krom. Dus ja, zo stond ik er een beetje in. En ja, je ziet ook gewoon op het einde is iedereen gewoon kapot. Een beetje zwaar seizoen gehad. En ja, iedereen werkt natuurlijk ook gewoon daarnaast. Dus ja, op een gegeven moment dan, wordt het gewoon heel zwaar. En dan wordt het steeds minder. Dus op een gegeven moment was het wel prettig dat het gewoon pingels werden. Want volgens mij wilden we allebei niet meer. Wil je dat zelf ook als keeper graag, die pingels? Dat is toch een mooi moment. Nou, klopt. Weet je, mensen zeggen altijd van als keeper zijn heb je niks te verliezen. Maar je irriteert je wel als je niks pakt, zeg maar. Dan zou ik wel echt met een kutgevoel naar huis gaan. Als ik het zo mag zeggen. Dus is gelukkig nog nooit voorgekomen. Maar ja, weet je. Eens moet de eerste keer zijn, denk ik dan. Een paar maanden geleden voor de beker. Twee keer ingebracht, zeg maar. Voor de pingels. Omdat de beker werd gekiept door onze tweede keeper. En ja, toen pakte ik er ook twee. Dus ja. Had je dat gevoel ook gelijk nu, van ik pak er weer een paar? Nou, ik zat wel lekker in de wedstrijd met een paar goede reddingen. En dat is, mentaal scheelt dat wel iets. Weet je, ik bedoel, als jij bijvoorbeeld twee fouten maakt, dan gaan we iets anders de penalties in, denk ik. Maar ik denk dat het ook geldt voor veldspelers. En of je moet zo overtuigd zijn van jezelf, dat zou helemaal top zijn. Maar ik zat wel lekker in de wedstrijd, weet je, een paar goede reddingen. Ja, is beter dan dat je... Dat je gewoon niks te doen hebt in een wedstrijd. Dan is het toch anders. Al gingen de eerste twee gingen erin. Maar psychologisch voordeel ging eigenlijk naar Terleden. Ja, klopt. Alleen ik heb wel geleerd in al die jaren dat ik voetbal. Ik heb altijd één motto. En ja, weet je, mensen lachen me altijd uit met team. Ik zeg, ik geef pas op als de bal over de lijn is. Weet je, daarvoor geef ik nooit op. En dan zie je toch, de eerste twee gaan erin. Maar ik hou mijn concentratie vast. En dat is gewoon het belangrijkste. Weet je, ik bedoel... Het is gewoon een loterij, weet je. Laten we eerlijk zijn. En ik denk dat je wel een voordeel hebt als snelle keeper. Ja, want dan kan je echt puur op reflexballen stoppen. Wat je ook zag, zeg maar. Dan wat anders. Je ging vorig jaar naar Katwijk. Je hebt die transfer af laten ketsen of niet door laten gaan. Ja. Heb je daar de laatste weken veel over nagedacht nog? Niet veel. Want ik vind van als je een keuze maakt, dan moet je er gewoon achter staan. En die keuze was echt bewust. En ja... Natuurlijk heb ik wel eens gedacht van ja, weet je, want ze hebben gewoon een prachtig seizoen. En het is gewoon de beste amateurclub van Nederland. En ik heb af en toe wel gedacht van ja, Steve, heb je wel de juiste keuze gemaakt. Maar ik heb de keuze gemaakt omdat ik gewoon veel aan het werk was. En er kwam mijn reistijd bij. En ik had ook mijn kleine. En dat was gewoon niet te doen. Dus die keuze was gewoon van ja, weet je, kies ik voor meer tijd met mijn kleine. Of weet je, kies ik nog voor mijn eigen carrière. En ja, ik ben 30. Is natuurlijk niet heel oud. Maar ja, weet je, ik heb mijn tijd wel gehad, zeg maar, qua reizen en... dat je echt alles zeg maar, laat voor het voetbal. Geen vervelende smaak toen je die beelden vorige week zaterdag zag, het kampioenschap? Nee, juist niet. Ik bedoel, ik kende die trainer, Dick, maar die is natuurlijk weg. Maar het is natuurlijk ook zijn verdiensten. En ik ben ook wel goed met Johan Platten. Ik heb samen met hem gespeeld bij Telstar. Dus dat is gewoon prachtig. Nee, weet je, ik bedoel, ik ga het niet op mezelf betrekken. Ik vind het gewoon, is toch mooi voor die gasten. En ik bedoel, toen ik daar ook die rondleiding had gehad, ja, weet je, ze zijn ook gewoon goed bezig. Het is gewoon echt een hele grote amateurclub en ik was ook zeer gevleid dat ik daar terecht kon. Zeker na zo'n vervelend seizoen bij de Dijk, dat er dan toch weet je, zo'n mooie club, ik bedoel, dat zegt ook wel iets over hun, maar ook over mij denk ik dan. Ik bedoel, want ik denk, in principe kunnen ze dat elke keeper kiezen, weet je, dus dat was wel top. Alleen, goed, als ik het afweeg met de tijd, ja, weet je, wat het zou innemen en die tijd wilde ik niet missen met mijn dochter, zeg maar. Dus het is echt gewoon een bewuste keuze. Ja. Er zaten een paar clubs om me heen uit de Bollenstreek. Die zoeken nog een keeper. Mogen ze jou bellen of zeggen van, nou, ik heb mijn beslissing genomen. Ik ga lekker veel tijd met mijn dochter doormaken en bij Ajax blijven. Nee, gewoon, kijk, ik vind als ze zoiets doen, dan moeten ze lekker in december, januari, februari. Nu is het sowieso te laat. Ik heb mijn contract verlengd bij Ajax. En het is wel vaker, is het zeg maar, wat vrij rumoerig geweest rond mijn persoon. Soms lag het aan mij, soms niet. Dus ja, nu kies ik gewoon voor vastigheid en ik heb mijn contract verlengd en ik heb het naar mijn zin en het is goed zo. Dan maar even hoek verslaan. Ja, ja, de naam zegt het al, hoek. Dus eindje reizen, ik ken ze niet.
ja, van naam, maar niet qua spelers. En, maar ja, ze worden geanalyseerd, dus ja, voor de rest, wat kan je ervan zeggen? Ja, Hoek, volgens mij spelen ze, wat ik me nog kan herinneren van een jaar of 10 geleden, dat ze met Belgische spelers ook spelen en zo. Sommigen spraken Frans. Ja, wat moet je ervan zeggen? Niks. Bedankt voor je tijd. Jullie ook succes.